middag naar de ochtend. Oh. Dat betekent dus dat we allemaal hier stipt aanwezig moeten zijn om 9 uur en niet later. Hoezo is die verplaatst dan? Dan heb ik examen. Hij komt deze wel een andere keer. Chill, ik kan toch wel naar het feestje van mijn neefje. Woe. Chill, we moeten keihard vroeg op. Ja, 9 of vroeg. Ja, mooier kan ik het niet maken. Dit is wat het is. Kom op, laten we even door. Hey! Het gaat eigenlijk over de vooroordelen die bestaan over meisjesvoetbal. Sam, kun jij een paar van die vooroordelen noemen die over meisjesvoetbal ontstaan? Ja, dat meisjes echt agressief spelen, ze haren eruit trekken en dat soort dingen. Vooral dat heel veel. Ja, klopt. Is dat ook serieus? Jij speelt ook. Nee, wat speel jij in de serie? Ook, ja, hoe bedoelt u, zeg maar, qua positie of wat? Nee, in de rol. Ja. Ga mij nou niet over positie. Ik weet niet god wie wat een keeper is, maar die houdt de bal volgens mij tegen. Ik hou de ballen tegen, ja. Nee, ik speel dus eigenlijk een Marokkaan. Ik ben zusje. Ja. Maar ik speel Marokkaan, maar dat is toch niet een voetballer? Een Marokkaan. Oh nee, ja, maar gewoon kiepster toch? Ja, kiepster. Maar, maar waarom zeg ik speel een Marokkaan? Ja, je vraagt. Ja, maar je bent Marokkaans? Nee, Turks. Je bent Turks? Ja. Och, je speelt een Marokkaan. Ja. Dus je speelt als Turks. Ja. Maar mag dat van je geloof? Depri. 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 Oeh. Ja, je moet ook heel depri op een fluitje blazen. Kan je dat? Ik ga het proberen. Ja, gooi alles in de strijd. Hè? Het is één groot toneel. Je mag deze. Nee. Wat is dit? Dat zijn wij? Ja, no shit. Wees je mama zeg als ze dit ziet. Vind ik niet. Leuke foto. Je weet dat ik dan nooit meer mag logeren, hè? Hoezo niet? Want jouw domme moeder is dat ding op internet posten. En die zegt dat mijn ouders ook zo zijn. Alleen domme bakra's posten dit op internet. Dus jij noemt mijn moeder domme bakker. Wil je alsjeblieft je ma bellen om het eraf te laten halen? En wie is er zelf zo gaan staan, Shaira? Wie heeft hier zelf 50 euro verdiend? Ja, maar ik ben geen hoer, bel je moeder. Waarom zou ik? Waarom niet? Doe niet zo kinderachtig. Je weet hoeveel het voor me betekent. Als mama dit ziet, ze flipte. Deze hoer die gaat even pornostandjes oefenen. Vier jongens hebben tijdens het schoolfeest Vita in het fietsenhok lastig gevallen. Ze is aangerand. En de jongens zijn verhoord door de politie. En ze zijn geschorst. En het is heel erg belangrijk dat Vita zich weer veilig kan voelen hier op school. Wordt mijn broer van school gestuurd. Belachelijk. Daar kan ik nog echt heel... Ja, dat zou ik best overdreven vinden. Ja. Weet je hoe zij zichzelf op het internet zet? Heeft u dit gezien? Ramon, die foto moet deleten. Het is heel erg belangrijk dat wij respect hebben voor Vita. Hoe moet het als die bitch de toekomst van vier jongens verpest? Straks krijgt hij een strafblad. Dit is niet eens zijn schuld. Nee, dat je broer van je maar met zijn gore poot van me af moeten blijven. Jij hebt hem toch uitgelokt? Dat heb ik niet! Vita? Fuck jou. Nee, fuck jou. Fuck jij heel die broer van jou. Vita! 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 Als je springt, spring ik ook.
Gerald? Jij naar huis. Ik zie je volgende week weer, hè? Waarom moet jij ook van alles een probleem maken? Dan moet ik eens sociale zijn, dan ben ik dat tegen hem, is het ook weer niet goed. Zullen we het daar volgende week over hebben? Maar je begrijpt een beetje dat ik in de war hiervan raak? Ja, dat begrijp ik heel goed, maar ik heb nu een afspraak met hem. En jij hebt jouw beurt gehad vandaag. Ja, maar ik ben nu in de war volgens mij, niet volgende week. Ik wens je heel veel sterkte. Tot volgende week, hè? Dag. Dex, je mag gaan zitten. Wat ik zou doen als ik Jesse zou zijn, ik denk dat ik mijn vader toch wel zou willen zien. Weet je, mijn vader is ook gewoon ergens. Weet ik voor waar hij is. En ik vind hem een enorme eikel dat hij me heeft laten stikken. Weet je, al is het gewoon alleen om dat te vertellen. Dus zou jij je vader niet willen zien dan? Ik heb geen vader. Tuurlijk wel, iedereen heeft een vader. Of je het nou wilt of niet. Mijn moeder spreekt altijd van een verwekker. Verwekker? Weet je hoe belachelijk dat klinkt? Weet je, jouw verwekker is gewoon je vader. Hoe je moeder hem ook noemt. Als je hem nu zou kunnen ontmoeten, zou je het doen dan?